En Noé is de rector van een bijbelschool in het centrum van Havana, de hoofdstad van Cuba. Zijn school leidt tientallen evangelisten en voorgangers op om het evangelie van Jezus Christus, vaak in moeilijke en armoedige omstandigheden, te verkondigen. Hij stelde mij onlangs een directe vraag. Hoeveel huisgemeenten of evangelisatieposten moeten jullie in Nederland gepland hebben voordat je toegelaten wordt aan een bijbelschool? Wat is de minimum eis? Bij ons in Cuba is dat minimaal 3. Maar de meeste van onze studenten hebben wel tussen de 5 en 10 preekplaatsen. Welkom in de kerk van Cuba. Wat een bijzondere situatie. En ze zijn zomaar aan te vullen met allerlei andere voorbeelden. Bijvoorbeeld evangelist David uit Kenia, die behalve zijn eigen gezin dagelijks zoveel mogelijk straatkinderen de kost geeft en mee laat eten. Ik denk ook aan mijn vriend Fabricio in Ecuador, die zijn predikantsvergoeding maandenlang aan een weduwe heeft gegeven om haar in haar onderhoud te laten voorzien. Ik denk ook aan broeder Marcus en zijn vrouw in Lahore, Pakistan, die zijn woonkamer en slaapkamer aan ons beschikbaar stelde toen wij in zijn kerkgebouw een training verzorgden. Van dichtbij hoor en zie ik hoe deze broeders en zusters met een brandend hart het evangelie van God met daden en woorden doorgeven. Opnieuw, wat moet je hiermee? Waar is het heilige vuur in Nederland, in mijn gemeente en ook in mijn eigen hart? Vrijwel gedoofd, omdat we de liefde en vreugde van Gods Zoon Jezus Christus zo weinig zoeken en ervaren? Omdat we vooral druk zijn met onszelf en onze persoonlijke welvaart en zo weinig tijd overhouden voor de mensen om ons heen? Broeder Paul Samba is gevlucht uit Sudan. En hij preekte enkele weken geleden in de internationale ICF-gemeente in Apeldoorn over de tekst. Wie zijn leven vindt, zal het zelf verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden, in Matthäus 10. Verliezen om te vinden. Je tijd en middelen delen met anderen om de grote zegeningen van God te vermenigvuldigen. Vanuit Net Foundation werken we wereldwijd samen met bovengenoemde evangelisten en voorgangers. We ondersteunen hen en worden zelf ook bemoedigd en door hen gezegend. Doe ook mee. Deel je tijd en gaven om anderen tot een zegen te zijn. En onthoud, verliezen om te vinden, delen om te vermenigvuldigen.